dames en heren, dit zijn echt van die hele leuke, unieke attracties die je eigenlijk zeldzaam tegenkomt. Want je maakt hier eigenlijk zeg maar 2-3 verschillende soorten bewegingen. Deze as kan draaien, hij kan omhoog en omlaag. Ja. Dan kan je nog hiermee draaien. Nou gaat het lastig, omdat ik met één hand moet doen. En dan deze paal kan nog draaien. Als ik goed had naar mijn weten, was dit een prototype, maar dat durf ik nou even 1, 2, 3 niet te zeggen. Maar ik, in ieder geval, ik ben hier een redelijke specialist in. Ik kan hier behoorlijk hard in spinnen als ik zou willen. Wel, de wereldbaan. Maar heel storm gevoelig. Dat wel. Maar het zijn. Hè? Oh, toevallig 2 weken geleden was ik hier ook. En ik zat toevallig op deze gondel. En hij piepte van jawel, dat is echt niet normaal. Wat leuk om weer op diezelfde gondel te zitten. Nummertje 2.3. Even boven hangen. De andere zit naar beneden. Even een wisselen. En eigenlijk maak je hier 2 halve ritten. En daar gaan we weer los. Nou, we worden op half gezet. Ja. Nou, ik denk dat deze wildbaan last van muizen heeft. Ah, it's touchdown, game over. Ja. Ik ga een keuring. Hij draait weer een paar weken dus. Ik ga vanuit dat de keuring nog steeds goed is. Zappelen!
Italiaanse kwaliteit, Zamperla. Hier kan je tenminste wel in spinnen. De theekopjes ofwel Mission Cannibal. In de Efteling niet.
ga maar op. Zo, oh, die brug. Of this road.